Yo mensen, ik ben Blij Monkey en ik ben hier op de Craft Heroes server. Waar... Craft Heroes, daar is het, ik weet het zeker. Waar ik mod ben, zoals je kan zien hier. Dit is een server waar ik al een tijdje op speel. En... ik vind het wel een leuke server. Twee owners, ik dan. En nog iemand. Maar... ja, hier zijn dan een paar knoppen en dan kun je opdrukken en dan ga je en een quiz, bla bla. Dan hier een paar teleporters naar Tanzoki, Rakinia, Freebuild en naar de Spleef Arena. En ja, mijn huis is deze kant op, maar deze server heeft factions, dus je kan factions beginnen. Ik weet niet of we ook, volgens mij doen we niet echt met oorlog, maar ik denk dat je dat best zelf kan doen. Het is geen roleplay server ofzo, er is daar ook... daar ergens is ook een hele grote shop waar je shops kan huren. En flikker op, creeper. Dit is mijn huis, hier ook, bam. Met een mooi meer achter, een mooie farm, daar vissersetje. Hier een houtzagerij en daar een kutplatform waar ik niet weet wat het is. Dit is een treinstation. Dus dat zijn een paar spoorwegen waar ik mee kan doen. Maar je kan gewoon ook TPA doen, maar met de trein is veel leuker. Dit hier is de Spleef Arena. Dus we hebben gewoon Spleef. Er komt ook nog een mob arena, alleen daar zijn we nog mee bezig. En er is zo, als je kan zien, ben ik nu alleen online. Er kunnen momenteel 16 spelers in, dacht ik, of 15. Van nee, volgens mij 16. Het wordt als we genoeg spelers, als we echt gewoon bomvol komen te zitten, dan gaan we uiteindelijk omhoog. Maar... het is nu vooral heel leeg omdat de school weer is begonnen. In de vakantie stonden we echt de kant allemaal vol. Hadden we echt gewoon 10 spelen of zo. En dat is voor ons redelijk goed, want we zijn pas echt net begonnen. Dus zie je de shop zoals je kan zien. Maar het is dus wel echt gewoon. Het is een leuk server, leuk staf. Je kan gewoon, het is gewoon free build. Gewoon survival mode. En het is niet cracked. Dus je kan, ja, je moet wel echt gewoon Minecraft hebben. Geen hack. En ik vind het wel echt gewoon een hele leuke server. En zo. En ik zou ook graag willen dat jullie joinen. Ik zal het IP ook gewoon. Waarom zit er een Belgische vlag? Flikker op. Maar ik zou het ook leuk vinden als jullie joinen. Dus ik zet ook gewoon een link in de description. En ergens het in beeld. Laat ik het een keer voorbij komen. Ja, ik kan even kijken of ik een stuk... ja, dit is de spawngebied. Zoals je kan zien. Er zijn wel een paar factions. Dus F... list. Zijn... even kijken... ja, er zijn... dus... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factions. Waarvan de faction waar ik in zit het grootste ben. What? Het is echt een hele leuke server. We hebben best wel veel redstone. Alle lampjes zijn redstone. De owners zijn redelijk goed met redstone allemaal. Ik wil jullie even de free... nee, dus blijf erin. Ik wil naar de free build. Naar de free build. Als je werkt, ja. Goed zo. Blablabla, alsjeblieft, bordje niet kapot maken, ga achter de bordjes aan, daar is shop. Dus, Conrad, oh ik heb geld weer, shop van Conrad, even kijken, freebuild. Volgens mij zit ik niet in de goede wereld. Ik heb hier verder nog niks gebeurd. Oeh, wat is hier bovenop? Wat is hier bovenop? Een farm. Weet ik veel wat dit is. Het lijkt ook op een farm of zo. Of een... I don't know. Het is een huisje. Ik krijg... oh, dit is van Twitch. Bla bla bla. Oh, dit... oh, wacht. Ik weet wat dit is. Oké, dit is wel grappig. Dit is van Conrad. Het is een pool of zo. We hadden hem een keer hier... dit is een duikplank, maar we hadden hem een keer hier getrold. Toen hadden we met Wild Edit deze bak.
hadden we gezegd van ja, dus dat hij kon springen, en toen hadden we met Wildhead het gezegd van dat het helemaal steen werd, en toen sprong hij en toen klapte hij kapot. Shop van Conrad boven, la la la. Maar ja, het is wel grappig. Er zijn allerlei landen. Ja, dat komt dus ook buitenland waarschijnlijk. Ja, er zijn alleen momenteel dan niet zoveel mensen online, omdat een automatische farm. Nee, gewoon niet, oké. Maar ja, dus het is wel gewoon leuk. Nee, dat is hier helemaal niks. Bam. Leuke staf, leuke mensen. En ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen. Dus sowieso, zou het leuk vinden als jullie joinen. En dan zie ik jullie later. Jullie kunnen ook, dat kan ik ook nog even vertellen. Zal ik ook nog wel even vertellen in de, als ik daar die video doe. Ik mag twee giveaway dingen weggeven voor de Reddit server. Of de Empires. Maar daar heb ik nog niks voor opgenomen. Want, of ja, ik had iets opgenomen. Alleen toen had ik bij Fraps mijn settings van geluid veranderd. En ja, toen had ik mijn geluid niet opgenomen. Dus ja. Die komt ook nog online. Als de server wil online. Want er is een paar dagen offline geweest nu of zo. Dat is heel raar. Maar ik zie jullie later. En bye.